Maar vandaag gaan we onze vierde oefening doen van basketbal. Doe je best! We gaan beginnen met dribbelen. Je moet zoeken voor een muur of ergens waar je kunt tegen dribbelen. En dan dribbel tegen de muur met je vingertoppen. Gebruik je palm niet en ga niet te snel. Ga niet te snel. En vergeet niet om je linkerhand te gebruiken. Nu gaan we wisselen, ook met links tegen de muur. Probeer het te volhouden voor 30 seconden voor beide handen. Nu gaan we een andere dribbel oefening doen. Je gaat de bal twee keer botsen en dan gooien tegen de muur en dan dat terugvangen. Dus in, uit dribbel tegen de muur bal komt terug op een dribbel, 1 2 en teruggooien, 1 2 en teruggooien, 1 2 en teruggooien en dan gaan we wisselen met links, in en uit, het kan moeilijk zijn, in en uit en dan tegen de muur in en uit en dan tegen de muur, in en uit, tegen de muur dat zal altijd moeilijker zijn als je begint met je slechte hand, maar geef niet op Oké, okay. we gaan werken op onze lay-ups. Hoe doen we een juiste lay-up? Je moet zorgen dat je dribbelt met de bal in je rechterhand als je op de rechterkant van het veld bent. Beginnen met één stap wat rechts, tweede stap met links. Dan ga je je knie omhoog brengen en shotten met je rechterhand tegen de backboard. Probeer een paar keer hetzelfde te doen. Altijd met rechts naar links en in springen. Altijd weten, als je op de rechterkant van het basketbalveld en je probeert een lay-up te doen, kan je altijd met de rechterhand dribbelen En ook met de rechtse been beheren. Dus 1, 2, knie en lay-up omhoog. Altijd gebruiken de backboard. Het is heel belangrijk om je knie niet te vergeten omhoog te, te trekken. Want dat geeft je je evenwicht en je steun. Zodat so als je springt. Je gaat niet raar vallen, dus altijd rechts, links, knie omhoog, shotten en zorgen dat je niet alles te snel doet, maar dat, maar dat jullie dat juist doet. Dus traag beginnen terug met rechts, rechts, één. links met de tweede, en dan erop springen, knie. Ik weet iedereen wil een flashy lay-up doen, maar voor de basis is deze de gemakkelijkste. Elbow shotten tegen de glas of de backboard. Nu kunnen we een paar voorbeelden zien met normale tempo, geen slow Dus Verhaal alles wat je gezien hebt. Nu gaan we een power layup proberen. Een power layup up wil we'll zeggen dat je moet springen met twee benen. Dus je dribbelt met de rechts zoals altijd, nu met twee beentjes springen en met twee voeten landen. En van die positie gaan we shotten tegen de backboard voor onze lay-up te maken. Maar met deze positie kun je ook pivoteren, omdat jullie met twee voeten heeft gesprongen. Dus als je st stuk bent en je kunt niet shotten, kun je altijd pivoteren en dan terug naar de goal gaan en dan shotten. Wij noemen deze en een power dribble of een power lay-up. We gaan dat een paar keer doen, dus we gaan er nog eens proberen. Dribbel met de rechterhand naar de goal. Als je de bal oppikt met twee beentjes naar beneden, pump fake en dan shot tegen de backboard. Probeer 10 scores te doen met de rechts, met de normale lay-up en dan ook met twee beentjes. Nu gaan we hetzelfde uitwerken, maar aan de linkerkant. Dus als je op de linkerkant van het basketbalveld bent, kan je met je linkerhand dribbelen en ook je eerste stap moet ook met je linkerbeen zijn. Dus alles op de linkerkant begint met je links. 1, 2 en op met de links. Probeer altijd met je vingertoppen de bal te shotten en vergeet niet ook je linkerknie omhoog te brengen terwijl dat je shot. Dat brengt alles in evenwicht en geeft je de juiste balans om een lay-up uit te voeren. Dus 1, 2. En dan ga je omhoog en shotten met links. Als te shotten met links te moeilijk is, kun je altijd met je rechterhand shotten. Maar zorg dat je als je een wedstrijd gaat spelen, dat je altijd met de juiste hand je layups kan uitoefenen. We gaan ook proberen de bal hoog te houden als we onze twee stappen doen. Want als je de bal heel laag houdt, dan kan iemand de bal blokken. Ook, we gaan geen scoop layups doen. 1, 2, en dan op. Zorgen dat de bal gaat duwen en we gaan niet in een scoop shot van, van heel laag gooien. Want dan komen we shots. Nu gaan we in een power layup doen aan de linkerkant. Dus hetzelfde als ervoor. We gaan dribbelen met onze linkerhand. En als je de bal opneemt, dan ga je springen met twee benen. Punk fake en dan op met je linkerhand voor je lay-up. Pump fake is heel belangrijk, want als je speelt tegen iemand groter dan u, de pump fake geeft je ruimte om je shot te kunnen shooten. Dus twee voeten, shot fake, pass fake en een shotter. Probeer deze 10 keer in een rij te doen of 10 scores. Neem al rust, fake en lay-up. Merci om deze film te bekijken. Wees wel veilig en tot het volgende.